allemaal en welkom bij weer een nieuwe vuurwerkvideo met de ellendige tulp Jägermeister. En zoals jullie kunnen zien, eindelijk de uitslag van de vuurwerk giveaway 2016-2017 van mijn kanaal. Alleen het was een werkelijke hel om dit mee te maken. En waarom? Heel erg simpel. Heel erg veel mensen die mee hebben gedaan aan de giveaway hebben zich gewoon potverdomme sortering, de tyfus nog aan toe, niet gehouden aan de regels. Dus het was een ware hel om de winnaar uit te kiezen. Maar goed, om te beginnen, wat kon je winnen? Nou, een pakje van deze Black Bermuda zoals ik al zei, met één zwarte Bermuda erbij die toevallig erin zat. Een stormaansteker, en dat is eigenlijk voornamelijk de reden waarom de meesten hebben meegedaan. 5 categorie 1 grondbloemen, 5 Black Crackers en 10 Pirate Strikers. Van Pyroshop. Dus ja, een paar dingen. En de winnaar die ik zo meteen bekend ga maken, die wil ik graag zo snel mogelijk spreken. Adresgegevens doorspelen met elkaar. En dan meteen dit gaan opsturen. Want ik wil het nog vandaag doen als het kan. Zo niet morgen. Maar goed, in ieder geval zoals ik al zei, we gaan nu de winnaar bekend maken. Ik ga je niet langer laten wachten. De eerste die uitkwam was Lynn Meijer. Maar Lynn Meijer heeft tot de dag van vandaag nog steeds niet gereageerd waarom ze wilt winnen. Want het is ook nog eens een ze. Ze heeft mij geabonneerd. Ze heeft een reactie geplaatst. Ze heeft de video geliked. Maar ze heeft niet erbij gezegd waarom ze wilt winnen. En dat was een vereiste. Pech. Pech en nog eens pech. Team 001. Van deze heb ik ook heel erg geschrokken. Dat was de volgende bij de Random Picker. Via de site. Die heeft ook alles gedaan. Behalve op mij geabonneerd te zijn. Want ik heb door zijn abonnementen gekeken en daar stond ik niet tussen. Ik heb het ook nog eens 3 keer achter elkaar gedaan op 3 willekeurige momenten. Maar nee. Dus ja, daar ben ik een beetje van geschrokken, want het was een trouwe abonnee. Ik weet niet wat er is gebeurd. Misschien heeft hij dat per ongeluk gedaan. Zo ja, goed, pech. Maar het is niet anders, zoals ik al zei. Daarna kwamen er 2 keer mijn naam te staan op de site. Want ik heb natuurlijk iets van 90 comments geplaatst en 1 like. Dus ja, en daarna, na die 2 keer... En dit is tevens ook de winnaar. Kijk maar goed. En ik ben zo blij dat hij wint, jongens. Een nazi! Wie anders dan Erwin Rommel? 2 comments, 1 likes. U bent de winnaar. En even kijken, om het te bewijzen natuurlijk. Hier sta ik, tussen de abonnementen. En zijn reactie, dames en heren, gaan we helemaal even naar beneden. Ik hoop dat hij dit echt zo snel mogelijk ziet. Nogmaals, als je dit zo snel mogelijk ziet, als je dit ziet, graag een comment plaatsen. Nou, hier is dus zijn reactie. En het is een trouw abonnee. De laatste video's heeft hij echt vaak bekeken en zo, noem maar op. Hij heeft ook een like geplaatst. Dus ja, gefeliciteerd met het pakketje. Ik hoop dat ik je zo snel mogelijk kan spreken, zodat we even dit gaan regelen. En uiteraard zal ik ter bevestiging ook alles naar jou opsturen. Bijvoorbeeld... een track and trace code indien ik dat ga doen, noem maar op, zulke dingen. Maar ja, goed, contacteer mij zo snel mogelijk alsjeblieft, dan gaat dit pakketje direct naar jou toe. De status van deze video, die gaat dus ook meteen op closed, of gesloten, of hoe je het ook wil noemen, opslaan. En deze video ga ik nu meteen op YouTube zetten. Voor de rest, het spijt me, helaas hebben jullie dus niet kunnen winnen, maar ja, het is niet... Het is niet opgegeven, want misschien komt er nog eentje. Nog een giveaway. Alleen weet ik niet of ik dat ga redden met oud en nieuw. Dus dat gaat misschien daarna worden. Maar wie weet, misschien ga ik nog ooit een giveaway doen. Maar sowieso wel volgend jaar. Dus bedankt allemaal voor het meedoen. Ik hoop dat er heel wat abonnees ook blijven meekijken. Dus dat die niet alleen zijn geabonneerd voor de giveaway. Maar ja, bij de meesten is dat natuurlijk wel zo, laten we eerlijk zijn. Maar ik hoop dus dat jullie alsnog genieten van mijn vuurwerkvideo's. Want ik doe het zeker voor mijn eigen plezier, maar ook voor mijn abonnees. Dus ik hoop dat jullie zullen genieten van de toekomstige video's en zo niet. Nou, dan was het leuk om jullie voor even nog te kennen. En zoals altijd, dames en heren, laat de pijlen stijgen richting de hemel, knalt als van de grond af en geel altijd terug. En fluit altijd terug richting de gillende keukenmeiden. Ik dank jullie allemaal voor het meedoen en ik zou zeggen, ik zie jullie graag terug bij de volgende video. Hey jongens, auf Wiedersehen.